Hallo, ja, dit wilde ik. Kijk nou. Een full bedazzled zilveren schoen. Oh, prachtig. Hi, ik ben Jessie. Leuk als je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En als je nieuw bent, welkom bij mij. Elke 2 jaar doe ik een schoencollectie video. Ik heb er in ieder geval 4 jaar geleden een gedaan. En 2 jaar geleden een gedaan. Ik weet dat ik nu een maandje te vroeg ben. Maar er zijn zoveel mooie schoenen bijgekomen. Dat ik dacht, ik doe hem gewoon lekker een maandje te vroeg. Maar elke 2 jaar doe ik dus een shoe collection. En dit is de 3e keer. Mijn schoencollectie is best wel gegroeid. In ieder geval, ik vind dat ik er heel veel echt goede schoenen bij heb. Ik weet niet meer precies welke ik de afgelopen 2 jaar verkocht heb. Maar ik heb er in ieder geval een paar verkocht die echt in de doos zaten. Waarvan ik zoiets had van, deze ga ik... Ik weet dat ik deze niet meer ga dragen. En ze zien er nog goed uit, dus ik verkoop ze gewoon. En ik wil deze video gaan beginnen met een unboxing. Want ik heb net een paar nieuwe schoenen binnengekregen. Ik weet wat hierin zit en ik was super excited. Dus ik had de doos al even opengemaakt. Maar toen was ik echt iets van, ik moet wachten voor deze video. Dus... De meeste sneakers haal ik van 750 Kicks. Als ik sneakers zoek, stuur ik het altijd door naar hem en hij kan ze altijd vinden. 750 Kicks. Dus als je een paar sneakers zoekt, bij hem moet je wezen. Ik ben hier zo excited over, jongens. Oh, deze schoenen. Ze zijn zo mooi. Hier zijn al zijn informatie. Ik zal zijn Instagram en zo hier ook beneden neerzetten, zodat jullie het makkelijk kunnen doorklikken. Het is zo mooi, dit is zo mooi. De veters zijn er nog niet ingedaan omdat ze uiteraard helemaal nieuw zijn. Maar ik ben de laatste tijd helemaal obsessed met Air Jordan 1's. En deze moest ik hebben. Toen ik deze colorway zag, heb ik hem meteen in de DM gestuurd. Ik zeg, heb je ze? Want ik heb ze nodig. Dit is in ieder geval de Nike Air Jordan 1 Retro High OG's. In de kleur Dark Mocha. En oh my god, dit is... Laten we meteen doorgaan naar alle sneakers die ik van 750 Kicks heb. Dit is het allereerste paar sneakers die ik via hun heb. Ik weet de namen allemaal niet uit mijn hoofd. Dus qua dat ben ik echt een beetje een fake sneakerhead. Ik vind Nike Air Jordan 1's echt prachtig. Ik denk dat ik het meest fan ben van de high tops. Ik vind dat ze er het mooiste uitzien. Ze sluiten mooi aan aan je been. Ik vind het goed kunnen bij een wijdere broek. Ik vind het goed kunnen bij een skinny jeans. Ik vind het goed kunnen bij een biker short. Zeg maar gewoon shorts. Het spreekt direct aan. Zodra iemand Air Jordan 1's draagt, kijk ik eigenlijk direct naar mensen hun voeten. En de verschillende, zeg maar, er zijn zo intens veel verschillende colorways. Zeg maar, er zijn zoveel verschillende looks. Ik denk dat dit mijn favoriete nieuwe paar sneakers zijn. De Air Jordan 1's. Dit is het tweede paar sneakers die ik bij hun vandaan heb. Dit zijn Jordan 4's. Ik vind de Jordan 4's ook echt prachtig. Ik vind het er ook heel tof uitzien. Ze zijn een stuk chunkier. Ze zijn veel breder. Vallen veel meer op. Ik heb maat 41. Ik hou van schoenen waar mijn voeten heel klein in lijken. Dat vond ik persoonlijk altijd al echt al vanaf heel vroeg. Echt vanaf begin tiener vond ik het altijd al een compliment. Mensen zeiden dat ze vonden dat mijn voeten er klein uitzagen. Ik heb altijd schoenen gedragen waar mijn voeten er zo klein mogelijk in lijken. Bijvoorbeeld in All Stars, Converse lijken mijn voeten best wel klein. In Vans lijken mijn schoenen best wel klein. En eigenlijk pas sinds ik een beetje into the Jordans ben, boeit het me niet zo dat mijn voeten niet heel klein lijken. Want mijn voeten, obviously, lijken niet heel klein in deze schoenen. Want de schoenen zijn best wel chunky. Ik vind die look juist de laatste tijd wel leuk. En wel tof dat het juist echt een bulky grote schoen is. Deze, nou jongens, echt. Je kan het aan Gregor vragen. Ik ben 3 keer met hem naar Sneakernes geweest. En alle 3 keren heb ik gezocht naar deze schoen, de Supreme versie hiervan. De Supreme versie van deze schoenen vind ik echt belachelijk mooi. Echt gewoon, die moet ik ook nog steeds hebben. Alleen, waarschijnlijk ga ik die nooit kopen. Maar toen ik Into the Jordans kwam en deze 2 paar al bij 750 Kicks vandaan had, vroeg ik aan hem, ik zoek deze schoenen al, denk ik, 4 jaar. Heb je deze toevallig? Kan je hier aankomen? En ik denk dat hij de hookup echt binnen een dag had. Dus nu heb ik ze. Ik hou hiervan. Ik hou van de details hier op de achterkant. Het grote Nike logo. Het Nike logoetje op de voorkant. I love it. En ik ben er echt super blij mee. Dat zijn alle sneakers die ik via 750 Kicks heb. Ik ga wel door met de sneakers. Aangezien we toch met de sneakers nu bezig zijn. Dit was mijn allereerste paar Air Jordans. En ik... Oh jongens, deze kleur. Er beginnen zeg maar creases te komen hier. Omdat ik ze gewoon draag. Maar het boeit me niet. Ik ga gewoon mijn sneakers dragen. Ik wil gewoon... Strutting the runway with my sneakers. I love it. Dus ik merk gewoon dat er creases in komen. Er beginnen een beetje hier op het witte vlekjes te komen. Maar ik ben er echt zo voorzichtig mogelijk mee. Maar ik ga ze wel gewoon dragen. Ik vind de kleur echt afgrijzelijk prachtig. I wish dat ze in de high tops waren. Het geborduurde Air Jordan logo op de achterkant. En voornamelijk de kleur. Gewoon...
De laatste keer dat ik op Sneakernest was, heb ik deze Air Jordan 6's weten te bemachtigen. Ik vind ze afgrijzelijk prachtig. Ik heb ze, nadat ik ze heb gekocht, meer dan een jaar geleden nu, heb ik ze 1 keer gedragen. En ik weet niet waarom. Ik denk gewoon dat ik niet wist hoe ik ze goed moest stylen. I don't know. Ik heb ze in ieder geval letterlijk 1 keer gedragen daarna. En sinds kort, nu ik zeg maar meer into the Jordans ben, ben ik ze vaker gaan dragen. Ze doen me heel erg denken aan de Air Max, zeg maar de Nike Air Max, de Back to the Future shoes. Ik denk een van de meest iconic sneakers ever, als je het aan mij vraagt. Er zitten hier van die kussentjes. Ik hou ervan het reflecterende in de gaatjes. Heel blij dat ik deze heb weten te bemachtigen op Sneakernest. Dus dit zijn mijn Air Jordan 6. Ik moet hier echt snel doorheen, want ik heb 75 paar schoenen. Ik kan niet over elk paar schoenen wat gaan vertellen. Sommige schoenen ga ik skippen hoor. Ik heb nog 1 paar Jordans en die zitten ook nog in de doos. Die heb ik ook nog niet aangehad, omdat ik die ook net nieuw heb. Deze zijn voor mij gecustomized door een heel lief iemand via Instagram. Haar Instagram is LG Customs. En zij maakt echt hele toffe custom sneakers. Deze Jordans, toen ik deze zag, toen heb ik aan haar gevraagd of ze het in deze colorway voor mij kon maken. En toen zei ze, uiteraard kan dat. En ik vind dat ze er zo tof uitzien. Het zijn de Air Jordan 1's mid in white. Maar zij heeft ze dus gecustomized. En bitch, she did that. Oh my god. Het is een Dior custom. Volgens mij is het wolf grey of fox grey op haar pagina, deze kleur. Maar dit is toch prachtig. Niet normaal. Ik denk niet dat ik deze durf te dragen omdat ik ze er zo tof en zo mooi uit vind zien. Ik hou van custom sneakers. Ik heb best een paar custom sneakers ondertussen. Het is de laatste tijd echt een gigantische trend om Nike's te customizen met Gucci of met Dior. En toen ik deze zag, dacht ik echt, ik besef me nu al dat ik 1 paar schoenen mis. Alleen ik heb letterlijk mijn hele huis afgezocht. Misschien dat het in de auto ligt. Het zijn in ieder geval Nike Air Force. En dan een bepaalde uitvoering van Nike Air Force. Maar ik weet het even niet. Maar ik besefte me net omdat ik nu overga naar nog een paar custom sneakers. Dit zijn in ieder geval de Nike Air Force. En dan met het extra, zeg maar, randje hier waar nog een keer Nike op staat. En dit. Het is net een iets andere uitvoering dan de normale. Deze zijn ook gecustomized met Dior. Alleen dan met de basic zwart / blauwe colorway. Dan heb ik nog een paar sneakers van LG Customs. En dit zijn Nike Air Force Ones. En dit zijn de Shadows. In White Seal Stone Atomic Pink. En deze zijn zo dope. Deze zijn zo prachtig. Gewoon, toen ik deze zag op haar pagina, toen had ik echt zoiets van, sorry, zeg maar, dit is niet normaal. De colorway, de nude en dan het Gucci logo erop. En dan vervolgens de koraal Nike op de achterkant. En de koraal in de binnenkant, wat je natuurlijk niet ziet, maar op de achterkant zie je het wel. Dat dit dan een nude kleur is, dat dit nude is. En dat suede randje met nude. En het lipje hier is dan een goud. En aan de zijkant zit ook weer die koraal stitching. Ik vond het prachtig. Dus ik zag deze en toen dacht ik echt, dit was mijn allereerste paar Yeezys en ze zien er ook echt rough uit, maar dit is helemaal verkleurd. Ik heb deze echt heel veel aangehad. Ik weet niet precies welke colorway dit is. In ieder geval, ik heb deze al 3 jaar denk ik nu. 3 jaar geleden heb ik deze gekocht. Dit zijn mijn tweede paar Yeezys. Dit zijn de, ik denk, de meest onpraktische paar Yeezys, omdat ze heel snel vies worden. De zool wordt geel. Dus zeg maar, ze waren echt mooi. Gewoon in een loting gewonnen. Dus ik heb er ook niet belachelijk veel geld voor betaald of zo. Maar ik draag ze eigenlijk nu nooit meer omdat ze zo vies zijn. Omdat er vlekken op zitten en ik ze gewoon heel veel gedragen heb. Ik weet dat er mensen zijn die dit schoon kunnen maken. En elke video die ik heb gezien van mensen die, zeg maar, witte Yeezys of whatever schoonmaken, beschadigen de stof, zeg maar. Gaan er met een heftige borst overheen. Dus of ik laat ze echt heel vies worden en gewoon, let that be the gag. Of ik weet ik veel. Ik laat ze gewoon lekker in mijn collectie zitten. Ik vind ze nog wel heel leuk. Dit is de ene laatste 350's die ik heb gekocht. En dit was toen ze net uitkwamen met, zeg maar, dat soort van doorzichtige gaas aan de zijkant. Alle Yeezys heb ik gewoon in de lotingen gewonnen die ik heb. Dit is het laatste paar 350's die ik heb. Deze heb ik pas iets van 2 of 3 weken of zo. Daarom zien ze er ook nog zo crisp en perfect en goed uit. Ik heb ze bijna een keer op Sneakernest gekocht voor echt iets van richting de 500 euro. Omdat het zo'n beruchte colorway was. Gewoon helemaal zwart met rode letters. Omdat je het letterlijk bij alles aan kan en I love it. Maar 3 of 4 weken geleden zijn ze gewoon opnieuw gedropt. Dus ik heb ze gewoon in de loting gewonnen. Ik haal altijd de zooltjes eruit en het loopt echt geweldig comfortabel. Dus ik denk dat dit gewoon een beetje mijn everyday. Ik ga lekker naar de supermarkt. Ik heb geen zin om iets te doen aan mijn outfit. Schoon gaat worden.
Dan gaan we door naar de Yeezys waar ik eigenlijk niet van weet waarom ik ze heb gekocht. Maar dit zijn volgens mij de 500. Dit vind ik wel de tofste kleur die ik heb. Maar ik vind het echt op dansers schoenen lijkt. Maar de zool is ook echt heel grappig, heel bizar. Ik vind ze gewoon niet mooi eruit zien aan mijn voet als ik ze aan heb. Ik denk dat ik deze colorway niet weg doe. Maar ik heb nog een colorway en... Die snap ik al helemaal niet waarom ik dat überhaupt gekocht heb. Waarom ik überhaupt dacht zo van, oh dit heb ik nodig. En dat is deze colorway. Ik vind de, zeg maar, de rare vorm valt nog meer op in deze colorway. Het is volgens mij de kleur butter. Het is in ieder geval een soort van McDonald's saus gele kleur. Ze zien er ook nog heel goed uit omdat ik ze letterlijk misschien 3 keer gedragen heb. Maar alle sneakers hebben we gehad. Laten we nu doorgaan naar mijn fans. Deze ga ik allemaal niet aandoen. Ik heb deze al heel lang en het zijn er heel veel. Ze zijn heel erg vertrapt. Ik zal ze alleen even snel laten zien. Dit zijn denk ik de meest unieke uit mijn collectie. Black on black on black. Mijn favoriete fans is black on black on black. Klittenband fans waar ik echt een moord voor heb gedaan om op internet te vinden. Maar uiteindelijk heb ik ze echt uit Amerika. Ergens kunnen bestellen. Een paar custom klittenband fans waar echt ik de meeste vragen ever over heb gekregen omdat er een Louis Vuitton printje op zit. Echt heel tof. Dit waren echt mijn go-to schoenen voor heel lang. Iedereen die mij kent heeft wel een keer gezien in deze fans, maar heel veel vragen over gekregen. En ook iemand op Instagram die dit custom heeft gemaakt, maar deze heb ik echt al 3-4 jaar misschien wel. Dit zijn denk ik mijn tofste customs. Het is een Fendi custom. Deze zijn gemaakt door de persoon die zeg maar ook al die Louis Vuitton enzovoort custom dingen voor Billie Eilish heeft gemaakt. Dus daarom vind ik ze heel tof. Deze Bordeaux rode heb ik echt al heel wat jaar. En er zit een ritsje achterop wat ik echt super schattig vind. Ik vind fans gewoon heerlijk lopen. Maar dacht je Disney fans? Een paar hele basic fans waar letterlijk een gat in de voorkant zit. Deze high top fans. Hele prachtige. Ik hou gewoon van blauw. Net als die hier. Ik hou gewoon van deze kleur. Ik hou van blauw. Ik heb heel veel fans weggegooid omdat ze echt vertrapt waren. En er niet meer goed uitzagen. Dus voor nu is dit mijn laatste paar. En dit zijn mijn treasure fans. Dit zijn gewoon die instap loafers. Ik had hier nog een paar Nike Air Force Ones. En dit is een bepaalde uitvoering met allemaal gespjes en dingetjes. En deze heb ik toen gekocht omdat ik een Jurassic World première had. En je moest zeg maar in Jurassic World stijl. En toen dacht ik, dat is perfect. En ik vind ze ook wel cool hoor. Ik draag ze alleen echt nooit. Maar ik vind ze nog steeds wel... Dat tof. Nog een paar sneakers. In ieder geval nog een paar Nikes. Deze heb ik echt al heel lang. Deze heb ik gekocht toen ik op de middelbare school zat. En ik heb ze nog steeds. En ze zijn nog steeds in een goede conditie. Omdat ik ze gewoon niet heel vaak aandoe. Omdat ze maten klein zijn. Zeg maar, ik had... Nu komt de echte T, jongens. Ik had maat 42. Heel erg dit. Maar ik had maat 42. Op de middelbare school was er een punt dat ik zoiets had van... Ik wil vrouwenschoenen dragen. En I don't give a fuck. Ik wil vrouwenschoenen dragen en ik weet niet waarom, maar toen gingen heel veel vrouwenschoenen maar tot en met maat 40. Dus ik heb mezelf, denk ik, 2 of 3 jaar van de middelbare school, misschien wel langer, ik denk echt bijna 4 jaar van mijn middelbare school, in 2 maten te kleinere vrouwenschoenen gepot. Omdat ik zoiets had van, ik wil vrouwenschoenen aan, want ik vind deze schoenen veel toffer. En het waren allemaal van die sneakers met steentjes erop en glans. En toen heb ik deze ook gekocht. En deze zijn dus in maat 40, want deze vrouwenschoenen gingen ook maar tot maat 40. Ik vind ze nog steeds heel tof. 1 keer in dezelfde tijd doe ik ze nog aan, want ze doen nog steeds wel een beetje pijn. Oh ja, wat er trouwens gebeurt met mijn voeten, doordat ik 3,5 jaar lang maat 40 schoenen heb gedragen in plaats van 42 van maat die ik heb. Wat er dus met mijn wreef van mijn voet is gebeurd is dit. Dus ik kan ook niet de schoenen aandoen met een te strak wreef. Dat gaat heel erg veel pijn doen. Dus wat er met mijn voet is gebeurd, hij is iets zo gaan staan, waardoor ik dus nu maat 41 heb. I know, don't try this at home. Het is niet comfortabel. Ik ging soms echt uit op hakken van mijn zus in maat 38 en zo. Terwijl ik maat 42 had. En ik, I was bleeding, honey. I was bleeding. Maar nu heb ik wel maat 41. Maar ik zat 12 jaar geleden in de eerste. Oh my god, ik ben zo oud. Als jullie mijn shopping in Utrecht video hebben gezien, hebben jullie ook deze Converse gezien. Het is mijn nieuwste paar Converse. En I love them. Dit zijn de zwarte Converse waar ik het over heb in die video. En deze heb ik dus ook van de episode in Utrecht voor 30 euro. Ik heb letterlijk mijn hele huis afgezocht, maar ik ben gewoon letterlijk 1 hele schoen kwijt. Ik weet niet waarom, maar het is mijn roze Converse. Ik zag deze en ze waren echt 50% afgeprijsd. Er zit echt een hele grote chunky lace in, maar super schattig, super Barbie, super cotton candy. Maar ik kan er dus letterlijk maar 1 vinden in mijn hele huis. Dus ik vermoed ook dat de andere... Waarom liggen er zoveel schoenen... Liggen ze in mijn auto? Dat kan bijna niet. I don't know, man. Mensen stelen mijn schoen hier. I don't know. Dit was mijn allereerste paar met hakken. En deze zijn van ASOS. En dit zijn de meest oncomfortabele schoenen ter wereld.
Period. Deze zijn echt afgrijzelijk. Dit was ook zo'n momentje zo van, ik moet dit hebben. Maar dit ziet er zo, zo afgrijzelijk uit op mijn voet. Ik wilde ze hebben omdat ze roze waren, maar het is echt afschrikbarend lelijk op mijn voet. Echt. Dit is denk ik het meest random paar schoenen. Adidasjes, roze, prachtige kleur, zwarte roze. Het heeft de kleuren van de trans flag, baby roze, baby blauw en wit. Ze zien er echt super vies uit en ze zijn ook echt super vies en ik draag ze ook echt altijd door het hele huis heen. Maar dit zijn mijn Fenty Puma, een soort van puffy badslippers. Dit zijn een paar Steve Madden hakken. Deze heb ik in LA gekocht. De eerste keer dat ik in LA was. En deze zijn prachtig. Er zitten allemaal steentjes op met een bandje waar ook steentjes op zitten. En het loopt super comfortabel. Het is niet een al te hoge hak, maar I love dit. Ik vind dat iedereen hakken nodig heeft met steentjes erop. Ik hou van hakken. Ik hou van steentjes. Dus dit was de perfecte combinatie. Oh, wacht. Aha, ik had nog een paar Converse. Dit zijn mijn extravagante diamanten steentjes Converse. Ik draag ze alleen niet om al deze parels en steentjes vast te plakken. Dan hebben ze een soort van, ja, I don't know, een glue gun of zo gebruikt. Waardoor dit zo hard is en zo niet flexibel is. Waardoor dit niet lekker beweegt. De rand is zo hard geworden door de lijn. Dat het zo hard snijdt en het niet comfortabel loopt. Ze doen me gewoon heel erg denken aan Trisha Paytas, JoJo Siwa schoenen. Oh bitch, dit zijn echt mijn ik ga stofzuigen en I wanna feel very fucking extra hakken. Bizar, dit is geweldig. Ik hou hiervan. Dit is Steve Madden. De hoogste hak volgens mij die ik heb. En wat voor hak. Gewoon high steentjes. Dan heb ik een paar hele schattige square-toed Josh V hakjes met een gespje, met een veder op. Heel schattig. Love deze collectie van Josh V. En deze heb ik in twee kleuren. Het doet me heel erg denken aan Versace. En dit zijn de enige schoenen met een square-toed die ik heb. Dan kom ik bij het nieuwste paar Josh V schoenen die ik heb. En dat zijn hele mooie laarsjes met een rits aan de achterkant. De hoogte van Josh V hakken zijn perfect. Dit heb ik al een keer eerder gezegd in de een week vrouwelijke kleding dragen video. De hak van Josh V, de hoogte van de hak, is perfect. Het loopt comfortabel en hij heeft ook een soort van squared toe. Dan draai je hem om en dan is hij nog wel rond. Dit is nog een paar wat ik echt al weet ik veel hoe lang heb. Deze heb ik in Amsterdam gekocht. Echt in zo'n trash winkeltje. Dit was just for the gag. Gewoon, ik wilde hele hoge extravagante hakken. Ik wil nog heel graag een paar echte stripper hakken. Zeg maar echt van die stripper laarsjes. Echt die hoogte. Volgens mij is het een beetje dezelfde hoogte. Alleen hebben die echt een punthak. Dat is mijn volgende stap, zeg maar, ik wil ze gaan. En het is voor mij gewoon puur om lekker in de woonkamer mee te lopen. Ik hou er gewoon van. Ik heb geen idee waar ik deze schoenen vandaan heb. Het is in ieder geval slangenprint met neongeel. Eén keer in huis gedragen, nog nooit naar buiten gedragen. Dit zijn hele oncomfortabele hakken. Zeg maar, hier kan je niet te lang op lopen. Ik kan hier niet te lang op lopen. Dit zijn mijn twee paar Josh V laarzen uit de video een week vrouwelijke kleding dragen. Ik vind deze prachtig. Echt heel fijn. Als je van thigh-high suede schoenen houdt, moet je deze kopen. De perfecte hoogte om gewoon comfortabel te lopen. Ik kan hier als ik wil op deze hak, heel erg Ariana Grande vibe, een hele dag goed oplopen. Dus laat ik meteen doorgaan naar de andere thigh-high schoenen die ik heb. Dit is een paar wat ik letterlijk nog nooit heb aangehad. Deze moet ik nog een keer aan hebben. Het is een beetje grey nude. En ze hebben een blokhak en een punt aan de voorkant. Het karton zit letterlijk nog hierin. Het is ook besteld van Rode Loper, toen op ASOS volgens mij. Alleen toen ben ik nooit naar die Rode Loper heen geweest volgens mij. Dit zijn een paar van mijn favoriete hakjes. Ik heb deze het meeste aangehad. Ze zijn ook echt goed versleten aan de andere kant. Ik heb ze echt veel gedragen. Ik heb deze echt heel veel gedragen. Zeg maar 9 van de 10 keer als ik naar buiten hakken draag, wat ik niet vaak doe, maar ik soms zeg maar de ballen heb om het wel te doen, zijn het deze. Dan heb ik nog een paar Steve Maddens en dit zijn shiny velvet thigh-high laarzen. Deze lopen ook super comfortabel. De hak is net iets te hoog om er echt heel lang op te kunnen lopen. Steve Madden slays the fucking heel game, honey. €40 voor een paar laarsjes en ik heb ze nog nooit gedragen. Zeg maar, het kaartje hangt er letterlijk nog steeds aan. Ze zijn van de Zara. En de enige reden dat ik deze schoenen heb gekocht is omdat er een rand hier, zeg maar, je ziet ze niet van de zijkant, maar hier zo in de sol zit een randje met steentjes. De schoen is echt plat aan de grond en de hak is echt wel hoog, dus je voet staat zo. Het is extreem oncomfortabel en dat is de reden dat ik ze nog nooit heb aangehad. Maar ik denk dat ik ze wel een keertje aan ga doen. Maar goede punt op je hak. Ik hou ervan. Lekker evil of zo. Gewoon, ik voel me gewoon echt een evil ass bitch met
punthakken. Dit is een heel leuk paar van Public Desire. Is heel cute. Het is heel schattig. Een blokhak. Perfecte hoogtehak. Ik heb ze nog nooit aangehad. Dat ga ik wel doen. De rits gaat helemaal over de voorkant heen. Het is een fake rits. Want aan de zijkant zit hier zeg maar een rits om de schoen mee aan te doen. Dus nee, de rits aan de voorkant gebruik je niet. Het is voor de looks. Maar I love it. Oh, ik praat zoveel. Oké, dan heb ik 3 paar hakken van Echo. En dit zijn de slechtst geproduceerde hakken ter wereld. Ik heb deze meegenomen naar LA voor foto's. En ik heb ze letterlijk ook alleen maar aangehad voor de foto's. Maar in deze kan je niet lopen. Zeg maar, ze zijn super cool. Zeg maar echt vet neon, echt super intens. Echt highlighter kleur, zeg maar highlighter, pen highlighter kleur. Alleen de strap hier is zo dun en hij zit zo ver naar voren. Dat je hier niet op kan lopen, want zeg maar je voet gaat er bijna een soort van uit, waardoor hij klakt. En dit stuk wat open is te groot. I don't know, ik kan het niet goed uitleggen. In ieder geval, de ervaring die ik ermee had is, dit kan niet, dit loopt niet fijn, dit loopt helemaal kut. Dit is nog een paar Echo's. Weet ik voor hoeveel bandjes en dingetjes. Het papiertje zit hier nog in, omdat ik ze nog nooit heb aangehad. Ik denk dat ze eraan heel tof uitzien, dus misschien dat ik ze ooit nog voor een foto aandoe. Ja, nou ja, we weten... Geweldig. I love it. Ik hou toch van een uk. De enige die ik wel mooi vind, zeg maar, zijn echt die lagen. Die lage lagen. En dan gewoon in de beige kleur. Gewoon uks vind ik niet heel mooi. Vind ik er ook niet heel mooi uitzien. Maar ik zag deze. Met pailletjes. En toen dacht ik al, ja, je kan nooit fout gaan met een pailletje. En ze zitten gewoon heerlijk. Dit waren mijn allereerste uks. En the gag of it all. Maar deze heb ik dus blijkbaar nog langer. Deze zijn namelijk in maat 42. Oh my god, deze heb ik gekocht toen ik nog maat 42 had. Wauw. We komen richting het einde. Ik ga er snel doorheen. Dit paar is van de Zara met parels. Toen parels helemaal juf van het waren. Laarsjes. Ze lopen lekker, ze zijn alleen een bitch om aan en uit te doen omdat deze rits aan de achterkant verschrikkelijk is. Dit is een van mijn nieuwste paar van het merk New Pick. Heel tof, heel cool, lopen heerlijk, zijn echt heel groot, echt chunky zolen hebben ze. En zoals ik dus al zei, vind ik het de laatste tijd dus niet meer erg als mijn schoenen mijn voeten heel chunky maken. Dus ja, deze schoenen moet ik wel echt in een bepaalde mood zijn, dus draag ik niet vaak. En dat geldt ook voor deze. Deze zijn nog chunkier en groter. Deze zijn van Naked. Heel groot, heel heftig, maar love it wel. Dan heb ik nog 3 paar hakken. Dit zijn echt prachtige hakken. Dit is ook van het merk Public Desire. Met een vierkante hak met witte bloemetjes erop. En de strap die gaat helemaal zeg maar om je been heen. Die wikkel je zeg maar volgens mij zo'n 3 keer om je been heen. Ik heb deze bij mijn tweede meet and greet met NYX aangehad in Rotterdam. Toen bij de opening van de store, van de NYX store in Rotterdam. Echt heel tof, daar had ik deze aan. Dit zijn een paar hakken van Raid. Dit zijn voor mij rode loperhakken voor als ik mijn teennagels niet heb gedaan. Weet je, hier mijn tenen. Dit zijn volgens mij letterlijk de enige paar hakken, los van laarsjes, waar je mijn tenen niet in ziet. Dus als ik wel mijn voet wil laten zien, maar niet mijn tenen, dan doe ik deze aan. En deze heeft ook een strap die zeg maar een paar keer om je been heen gaat. En dan heb ik een paar Primark hakken. Dit zijn de enige schoenen die ik van Primark heb. Met een toefje erop. En ik vind ze heel schattig. Ze zijn alleen net iets te hoog om comfortabel voor mij te lopen. Maar ik vind ze heel schattig. De volgende paar schoenen zijn ook redelijk nieuw. Einde 90s, begin 2000s, Avril Lavigne skater shoe. Het is van het merk Glow. Soms heb ik opwellingen en dan denk ik, I wanna go for that look. En dan ga ik op internet en dan bestel ik ze. En dat had ik heel erg hiermee. Dit zijn letterlijk de meest chunky schoenen die ik heb. En ja, I love an Avril Lavigne moment. Dus ja. Yeah. Mijn Globe sneakers. En dan mijn favoriete paar schoenen uit mijn volledige kledingkast. De Unif Hellraisers. Oh my god. Jongens, mijn allereerste video op YouTube, op dit kanaal, is de unboxing video van deze schoenen. En het zijn nog steeds mijn favoriete schoenen to date. Ik ben er heel voorzichtig mee. Ik draag ze bijna nooit, want je kan deze niet meer kopen. Ze bestaan niet meer. Unif maakt deze schoenen niet meer. Dus ik ben hier heel zuinig op. Als ze kapot gaan, dan ga ik echt janken. De zool komt hier al wel een beetje los. Een zool kan ik laten maken, kan ik er opnieuw op laten zetten. Maar je kan deze schoenen gewoon niet meer kopen. Ik heb ze geprobeerd tweedehands te vinden in mijn maat. Maar ze worden gewoon niet meer gemaakt. En je kan ze ook gewoon nergens meer vinden. Dit zijn mijn favoriete paar schoenen. Ik wilde hier een keer op uitgaan. En toen werd ik letterlijk niet naar binnen gelaten. Omdat de spikes dusdanig zo scherp zijn. Dan heb ik alleen nog hier een paar dozen. 3 paar nieuwe Steve Madden's. En de rest zit in een doos. Omdat ik ze letterlijk anders niet aandoe. Dus allereerst hebben we een Naked doos. En oh ja, dit zijn mijn laatste Naked haul. Echt prachtig. Heel tof. Weer met die straps die er zo omheen gaan. Een nude krokodillenleertje met hier een bandje. Gaat alleen om je teen heen. Prachtig. Met een
dunne hak, glanzende achterkant. Deze vind ik heel tof. Deze zit in de doos omdat ik ze nieuw heb. Dan Steve Madden's. En oh my god. Dit waren mijn schoenen voor de afgelopen televisier. Alleen de avond voor de televisier kwamen de nieuwe maatregelen. Dus toen mochten alleen maar de genomineerden komen. Maar ik was dus uitgenodigd. Ik had mijn outfit. En ik had dus deze hakken. En er zit ook een clutch bij die ik er ook bij kon dragen. Stones, Steve Madden. Zoals ik nu al een paar keer heb gezegd. Steve Madden en Stones. I love it. Dit is gewoon een heel basic tasje, maar ja. En dan de hak. Gewoon, hallo. Ja, dit wilde ik. Kijk nou. Een full bedazzled zilveren schoen. Oh, prachtig. Ze zijn prachtig. Ik heb ze dus alleen nog niet aangehad. Deze ga ik zo snel mogelijk dragen. En oh, dat tasje had er wel lekker bij gematcht. Dan heb ik deze hele grote naked doos. En ik weet wat hierin zit. Oh. Ja. Ja. Uiteraard allemaal nepleer, een krokodillenprintje en dan gewoon een lekkere hoge laars. Dezelfde hoogte, dus ze gaan heerlijk lopen. Ja. Ja, 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 ja. Dit zijn mijn thigh highs van Semi London. Die ik ook in de vorige video. Deze heb ik al heel lang. Deze heb ik echt al, denk ik, 6 of 7 jaar. Alleen de hak is te hoog om op te lopen. Suede met een strap aan de achterkant. Zat in de vorige video ook, dus hier ga ik niet te veel tijd aan verspillen. Mijn Buffalo London nude hakken. Deze heb ik altijd in de doos voor als ik een keer nude hakken nodig heb. Ze zijn belachelijk hoog en lopen belachelijk oncomfortabel. Maar dit is een moment. Zeg maar, er gaat een moment in je leven komen dat ik nude pumps nodig heb. En dan heb ik ze. Deze heb ik ooit een keer unboxed op mijn YouTube kanaal. Dit is van het merk Killstar. En oh my god. De doos ziet er zo tof uit van binnen. Echt, I love it. Bitch, dit zijn platform sneakers van Killstar. Ik heb ze 1 keer aangehad voor de video. Dus ze zijn voor de rest nog helemaal nieuw. Maar dit is zo tof. Ik wil hier ooit nog een keer een fotoshoot mee doen, maar yes. Deze hebben jullie in de afgelopen 2 al gezien. Dit zijn mijn Jeffrey Campbell platforms. Ik ga hier niet veel woorden aan vuil maken. Jullie hebben deze al 2 keer aan mijn voeten ook gezien. Dit is echt de clownschoen. I love it. Iconic. Ik denk dat ik deze ook nooit ga wegdoen. Ik denk dat ik die altijd in mijn collectie ga houden. En dan de laatste doos van Steve Madden. En dit zijn... Oh... Oh my god, het is zo... Oh. Dit is gewoon vies mooi. Gewoon een zwarte lakpump met een puntje. Pumps zijn altijd met een punt, toch? Ze zijn nog nooit uit de doos gekomen dat ik nog geen moment heb gehad om zwarte pumps te dragen, maar... Dit is niet normaal hoe mooi deze zijn. Het is echt, dit is... Ik kan hier om janken. Ik dacht, ik heb een paar nude lakpumps en dat is genoeg. Tot ik deze binnenkreeg en toen dacht ik, nee, uiteraard moet je ook een paar zwarte lakpumps in je collectie hebben. Gewoon, wat dacht ik? En dan heb ik nog 2 paar badslippers die jullie volgens mij in de vorige video ook al hebben gezien. Mijn Vans badslippers en mijn Gucci badslippers die... zo oncomfortabel zijn en je hele voet openschapen dat ik ze nooit aan heb waar ik heel veel te veel geld aan heb uitgegeven. Dat waren alle 75 paar schoenen die ik heb. Het is bizar. Het zijn er echt heel veel. Als ik er zo allemaal doorheen ga en ze allemaal eventjes snel laat zien, besef ik me hoe belachelijk veel ik daar heb. Ik denk dat ik in 2021 de 100 paar wel aantik. Maar ja, over 2 jaar ben ik er gewoon weer. Over 2 jaar maak ik gewoon weer een video. Dus misschien zitten we dan al wel op 150 paar. Misschien is het dan wel verdubbeld. Misschien heb ik er dan wel juist heel veel weggedaan. Dus heb ik er nog maar 10 paar. You never know. Maar waarschijnlijk wordt het verdubbeld. Dus dat waren al mijn sneakers. Bizar, als je hier nog bent, shout-out naar jou. Als je deze hele video hebt uitgekeken, dikke shout-out naar jou. Ben je hier nu nog steeds en kijk je dit nu nog steeds? Laat een schoen-emoji onder deze video achter. Dan weet ik dat jij de hele video hebt gekeken. Tenzij je hebt doorgespoeld, dat kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval, vond jij de video leuk? Geef een duimpje omhoog. Laat me beneden in de comments weten wat jouw favoriete schoen is uit mijn collectie. En wat jouw favoriete schoen is uit jouw eigen schoenencollectie. Want ik ben super benieuwd wat al jullie favoriete schoenen zijn. En ik hou ervan om al jullie leuke lieve comments te lezen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei. Oh my god, ik moet nu nog filmen dat ik ze allemaal aandoe.